Gisela, 27 jaar, geboren in Terneus en woonachtig in Sassenheim, Nederland. Anderhalf uur rijden van mij, ongeveer anderhalf uur, twee uur. En ik heb een moeder van een zoontje van 4 jaar. En ja, eigenlijk is het gekomen door, ik sta ingeschreven bij een modellenpagina op Facebook. En ik zag het voorbij komen. En ik gewoon leuke misverkiezing, dus ik ben gaan lezen. En ik zag staan geen bikini. Ik denk, ja, ga ik aan meedoen. met modellenwerk, acteerwerk, maar in Nederland. Ja, dus ik doe veel figuratie, veel acteerwerk in Nederland. En ja, ik kom ook regelmatig op televisie in Nederland. Belangrijkste, een commercial van Ziggo. Maar dat is in België denk ik niet bekend. Het is internet. Ja, internetprovider. Goede tijden, slechte tijden, een serie. Ik weet niet of dat u iets zegt, nee. Onderweg naar morgen. Veel films. Ik ben ook in de Dordogne geweest een week voor opnames, voor Timbuktu. En in maart komt er een film uit, maart 2016. Daar speel ik ook in, met bekende Nederlanders. Verschilt, dat is heel uiteenlopend. Het kan zijn dat ik voorbij moet lopen, of dat ik voorbij moet fietsen, of ik heb een kleine tekst. Ja, Albert Heijn commercial, dat kennen jullie wel. Ja, ja, daar had ik tekst. Ja, dat was heel leuk. Ja. Eigenlijk, mijn geschiedenis is ook een horecaopleiding. Dus ik heb wel wat meegekregen van bieren en wijn, et cetera. Miss Walsberg had ik nog nooit van gehoord. Überhaupt gewoon het concept met iets van alcohol. Het sprak me aan, ook omdat het niet cliché is. En iets vertegenwoordigen vind ik, ja, dat is in mijn straatje. Dus ik had zoiets van, het gaat mij niet om het kroontje. Het gaat mij wel, ja, om iets te kunnen doen. Niet het kroontje op te hebben en naar huis te gaan en te denken, yes, ik ben mis. Ja. Ja, het liefst wel, ja, als kan ik het bier niet promoten. Omdat ik denk... sterk in mijn schoenen sta om überhaupt de mensen het bier te laten proeven, mensen uitleg te geven, iets nieuws te geven. Ja. Goh, het leukste, ik vond heel veel leuk. Ik vind altijd heel veel leuk. Het leukste, ik denk de fotoshoot. Ja, ik heb 2 fotoshoots gehad. Ik denk, ja, de bier. Ja. Daar was ik ook tevreden over. Ja. Miss Walsberg is, dus je promoot al het bier wat gebruikt wordt in de shoot. Ja, je haren en je make-up wat gedaan wordt. Ja, achteraf zie je het resultaat en dan is het compleet. Dus ja. Wie bewonder ik het meest? Dus, eerlijk gezegd, wil je bedoel van televisie? Ik kijk Jim Carrey. Ik vind het geweldig. Ja, ik ben ook zo. Ik zit altijd iedereen grapjes te maken en dingetjes. Ja, Jim Carrey vind ik prachtig. Ik wens je alvast heel veel succes toe in de verkiezing. Dank je wel. Dank je wel.